diese Brücke da drüben, die trägt also mit Sondergenehmigung maximal 50 Tonnen. Und der Kran, der wiegt ja leer im Transportgewicht 96 Tonnen. Das heißt, wir müssen sogar sämtlichen Ballast und alles Zubehör müssen wir so umladen, was wir normal nicht machen würden, dass wir das mit dem Maximalgewicht von 50 Tonnen über die Brücke gefahren sind. Gestort. We hebben de laatste hand te leggen voor het plaatsen van die kraan zijn ze nog aan het opbouwen. We hopen dat het tijd klaar is. Morgenochtend gaat het los. We varen van Dordrecht naar Wiesbaden, naar Mainz. We hebben veel bekijks vanwege het mooie weer. Staat iedereen allemaal foto's te maken eigenlijk, en dat er ook in haar hoofd rondspeelt van wat is dat nou? Is het nou een normale silo of is het wat anders? Op schema, ze heet kraken door de bocht. Maar ja, het is uiteindelijk niet de vraag hoe we door de bocht komen, maar hoe komen we eruit. Nou, dat wordt zo nog even spannend. Dit soort projecten komt bij ons bedrijf niet zoveel voor. Meestal bouwen wij tanks ter plaatse met de klant thuis. Delen worden dan aangevoerd en daar wordt de tank gebouwd. Maar in dit geval wil de opdrachtgever de tank compleet met coating en internals aangevoerd hebben. Vandaar dat dit voor ons ook een redelijk speciaal project is. Heel erg spannend. Op afstand lijkt het goed, maar het komt op de detail komt het aan. Ja, dat is tussen nu en 5 minuten denk ik heel duidelijk of het 100% goed is of 100% fout. Je moet in ieder geval over de ankers en is daar een probleem, ja, dan is er heel kort tijd om daarover te overleggen. Dan wel nog een beetje kort. Stop.
We'll be right back.